We zijn hier nu bij de Kievietstraat voor het schoolproject. Daar zie je een bordje. En ik ben Melvin. En ik ben Kasper. Nou, wij gaan een filmpje maken over de Kievietstraat. Dat moet over negatieve dingen. Zo van hondendrollen en andere vieze dingen. Dames en heren, hier ziet u dus een heel vies gevalletje. Dames en heren, volgens mij heb je hier een schaap rondgelopen. Hier, het is helemaal hard! Kut, waar kan die open? Oh ja. Als het echt nodig is, gaan we rennen. Ja. Als ik zeg rennen, dan gaan we rennen. Mogen we interviewen? Ik heb er helemaal geen tijd voor, helaas niet. Nee? Nee, helaas. Ik zit aan de telefoon. Oké, dank u wel. Over de straat? Over de straat. Wat wij over de straat weten? Eigenlijk, we moeten de negatieve dingen opzoeken van de straat. Negatieve dingen voorbij de school. Nou, dat de mensen helemaal bezetende zijn van het harde rijden wat ze doen. Ze moeten dus een pak oude kranten neerleggen, kunnen ze scheuren. In plaats met de auto. Want het is een groot gevaar voor de schooljeugd. Vindt u irritant dat hier alle auto's rijden? Wat zegt u? Vindt u irritant dat hier alle auto's rijden? Nou, nee, niet irritant. Nee, nou, ik vind alleen ze moet 30 kilometer zone is, de bewaarder komt, dan moeten ze ook aanhouden. En geen 50, 60. Gebeurt dat soms hier, dat ze 50, 60 rijden? Nou, soms wel harder. Nou, vooral de ouders die de kinderen naar school brengen, is nog veel erger. Hallo kleine man. Oh, zeg iets. Hallo kleine man. Ik vind het fantastisch dat die school er komt, maar de ouders rijden in de Kievietstraat en in de Merel. In het dorp rijden de auto's veel te hard. En is voor jullie levensgevaarlijk. Vis, is het nu de school? Mag je hier niet meer parkeren overdag? En als ik dan op bezoek kom hier, dat is een beetje vervelend. Dit waren wij. Ja, dit was ons filmpje van deze straat, alle negatieve dingen. Het lijkt hier dat de auto's een beetje te hard rijden.